Mij maakt het niet uit wat hij zelf prettig vindt. Hij hield onze gemoederen bezig afgelopen week. Onze minister-president Mark Rutte. De een vindt hem een schaamteloze leugenaar en de ander vindt hem prima geschikt. Wat vinden onze studenten? Ik denk dat wel dat het misschien verstandiger zou zijn als Rutte op zou stappen. Mij maakt het niet uit wat hij zelf prettig vindt. Krijgt Rutte een functie elders? Nou, dat hoop ik wel, ja. Ik vind dat hij het heel goed doet op dit moment. Desondanks de toeslagenaffaire dat hij het land wel prima heeft geleid. Ik vind dus dat Rutte niet mag blijven. Ik denk dat het voor hem en de partij beter is als er iemand anders naar voren komt om die rol op zich te nemen. Een blanke man die wel bespraakt is en goed is opgeleid. Maar als je gewoon kijkt naar wat er nou eigenlijk is gebeurd, is er gewoon inhoudelijk veel te veel fout gegaan. Ik ben wel van mening dat je over dit soort kleine incidenten hoef je niet iemand af te zetten. En ik denk dat het ook goed is inderdaad om iemand op zijn positie te houden daarvoor inderdaad. Ik denk niet dat hij de nieuwe minister-president van Nederland moet blijven. Ik kom een beetje naar boven dat er toch gelogen wordt in de politiek en dat soort dingen. En mensen zijn ook wel toe aan een beetje vernieuwing, denk ik. Maar ik zie op dit moment geen betere leider dan Rutte in als premier van Nederland. Ik vind het ook wel de maat vol. Dus ik denk dat hij gewoon ruimte moet maken of plek moet maken voor een nieuw iemand. Ik heb daar niet echt een hele sterke mening over eigenlijk. Dus ik denk niet dat we dat moeten baseren op dat ene detail wat nu is uitgekomen met de notities die zijn uitgelekt. Maar ik denk wel als je het nu allemaal zo bij elkaar optelt en het vertrouwen is vanuit de Tweede Kamer is weg, dan denk ik dat het tijd is voor hem om te gaan. Ja. En wie zou je er liever zien staan? Sigrid Kaag. Zie ik daar liever staan. En anders Pieter Omtzigt misschien. En wat moeten ze als het aan jou ligt als eerst gaan oplossen? Het nieuwe kabinet. Goeie vraag. Goeie vraag. Als het aan mij ligt, het klimaat. Het klimaat, zou ik dan toch zeggen. Het klimaat is heel erg belangrijk. Klimaatcrisis. Corona staat natuurlijk op prioriteit nummer 1 op dit moment. En daarna denk ik dat er wat milieuproblemen wel moeten opgelost worden. Het hoeft voor mij niet te lang te duren. Nee, ik vind dat ze er wel even vaart achter mogen zetten.